Donderdag 14 februari was de netwerkclub 0344 Samen op bezoek bij de SCW in Tiel. 0344 Samen is een online en offline netwerk voor ondernemers uit de 0344 regio en net daarbuiten. Wij komen maandelijks bijeen voor een koffiebijeenkomst om te netwerken, vooral om de regio ondernemers samen te laten werken. De eerste was bij Brasserie Nu en toen telden we 35 aanwezigen en vandaag hadden we 85 aanmeldingen, dus dan kun je nagaan waar we over een half jaar in staan. In de ontvangsthal van het pand van de SCW waren verschillende sprekers en kon men natuurlijk genieten van een kop koffie. De deelnemers van de netwerkclub kregen na afloop een rondleiding door het pand en kregen uitleg over het ontwerp van de architecten van het gebouw. Ik vond het ontzettend leuk dat jullie met jullie netwerk op de koffie zijn bij de SCW. Leuk omdat ik wel begrepen heb dat jullie wel een erg intensief netwerk zijn, bijna maandelijks, met een avondbijeenkomsten. En ik begrijp dat de toekomstige activiteiten in Mauwijk wellicht nog jullie sportkleding mee moeten nemen, dus om het actief te maken. Dus hou je daar maar op voorbereid, lijkt me. Maar daar ga ik niet over. Zuidendorp reageerde ook op de situatie waar de woningcoöperaties in Nederland mee te kampen hebben op dit moment. Dat je wel nu met een regeerakkoord geconfronteerd wordt, waar alleen maatregelen in staan. Maatregelen die pijnlijk zijn. Voor de corporaties betekent dat, met name daar waar het verhuurdersbijdrage van 1,75 miljard betekent, plus nog een aantal andere belastingmaatregelen, dat wij als kleine corporatie hier in Tiel ruim 4,5 miljoen per jaar moeten afdragen aan de staatskas. En als je weet dat, wat dat voor investeringsbeperkingen consequenties heeft, dan gaat dat voor ons voor de komende jaren, de 43 miljoen aan concrete investeringscapaciteit, wordt dat beperkt. En dat betekent voor ons dat eigenlijk onze investeringsopgave, daar waar de nieuwbouw betreft, dat het gewoon op nul komt te staan. En dat wij onze ambities en plannen die we hebben dus niet meer kunnen realiseren, in ieder geval wat de nieuwbouw betreft. Nou, misschien is het gunstig dat die btw van de 21 naar 6% gaat. Dat je voor je onderhoud, voor je bestaande bezit, daar ruimte houdt. Dat moeten we nog gaan berekenen. Dus dat zou dan een positieve lijn zijn. Maar ook de huurverhoging die aangepast wordt van maximaal 9,5% boven inflatie naar 6,5% boven inflatie. Als je bijvoorbeeld uitgaat van de gemiddelde huurprijs in Nederland van 450 euro. Als je uitgaat van die 9,5% maximaal boven inflatie. Dat zou dat voor de huurder gemiddeld betekenen 22 euro per maand. Uitgaande van die 450 euro. Nu gaat het naar 6,5%. En dat zou dan betekenen dat huurders gemiddeld 2% minder gaan betalen. Met uitgangspunt van die 450 euro. Dus in wezen lost dat niet het probleem van de betaalbaarheid op. En zeker ook de inkomensafhankelijkheid die erin staat. Dat betekent dat zowel de betaalbaarheid voor de huurders en de investeringscapaciteit in de nieuwbouw wat de corporaties betreft, in ieder geval van meer dan 80% van de corporaties in Nederland en ook bij de SCW, dramatisch en desastreus bijgesteld moet worden. Ja, en dat is natuurlijk contraproductief aan de investeringsopgave die we hebben. En Stef Blok zegt wel van dat kunnen die corporaties mooi compenseren met die huurverhoging, die verhuurdersbijdrage. Nou, er zijn allerlei rekentechnische wonders mee aan de slag gegaan, maar niemand ziet die haalbaarheid. Dus het gaat enorm veel geld kosten. En we hebben ook al berekend dat als dit regeerakkoord op deze wijze doorgaat, dat de kosten van die bezuinigingen veel hoger uitpakken dan de bezuinigingen die het kabinet op dit moment voor ogen heeft. En dat is heel spijtig als corporatie, maar dat geldt voor de huurders, dat die betaalbaarheid en je maatschappelijke prestaties daarbij eigenlijk desastreus omlaag gebracht wordt. En daar ben ik wel een beetje boos over. Wanneer gaan de bewoners daar wat van merken? Dat moeten we nog bezien. Dat moeten we nog bezien. Die huuraanpassingen, het is net bekend geworden natuurlijk wat de huurverhogingen zullen gaan worden. Het moet in ieder geval nog de Eerste Kamer in, om alle plannen nog goedgekeurd te krijgen. Dus dat moeten we sowieso eerst afwachten. Ja, en dan kunnen we de financiële plaatjes en de consequenties dan pas in beeld brengen. En kunnen we dan pas zien wat het betekent. Maar dat het iets voor de betaalbaarheid betekent in die opzichten, dat is zeker.